En hier zijn we er weer met een hele groep nieuwe straat vanuit de Boogaard. Lekker zonnetje. En we gaan vragen, wat vindt u van Burendag? Eerder is het de Burendag. En heb je goede buren, heb je slechte buren? Ga je ermee om? Ga je feesten? Doe je dat wat dan? We gaan het horen. Helemaal niks. Helemaal niks? Nee, helemaal niks. Waarom niet? Nee. Ik ben helemaal niet bekend hier ook. Nee, bijna. Nee, nog niks. Helemaal niet? Nee. Vind je het leuk? Maar er is nog nooit wel aangedaan bij ons. Ja, zeker. Echt? Ja, ik wel. Vertel. Ja, ik ben sociaal voelend. Burendag? Burendag, ja, dat is volgend weekend of weekend erop is Burendag. Volgende week, ja. Gaan we bij de buren barbecuen. Burendag, eigenlijk niet. Waarom niet? Ja, omdat je denkt er nooit aan. Eigenlijk is het hartstikke leuk om te doen, maar dat komt er gewoon niet van op een of andere manier. En heb je niet in de straat als je zegt van... Nee, helemaal niet. Heb je geen contact ook met de buren? Nee. Heb je klote buren? Ja, je kent toch? Ja. We wonen in een rustige wijk, in Rijswijk. En we hebben best wel wat oudere mensen wonen. En die proberen we af en toe een beetje erbij te betrekken. Het is, ik ben er eentje van de oude garde. En er is een hele hoop, zijn er nieuwe. En die werken allemaal aan de tussen dag. Goedemiddag, goede avond. En dat is het. Nou, dan belt zo'n man wel eens op. En god, kan je me even hiermee helpen of daarmee helpen? En dan proberen we dat te doen. Nou, het stond op het kaartje, wat gepland, dat weet ik niet. Daarvoor is speciaal. Vroeger in de Zusterstraat, ja, met al de oudjes en dan ging ik boodschappen doen en dan zei mijn ex tegen me van, jeetje man, nee, na een uur, anderhalf uur kwam ik thuis en dan was hij altijd boos. En dat was echt zo. 9 van de 10 keer, als je bij de buren op koffie gaat drinken, krijg je gauwboer ook, want later weet je van hemd en een gort, weet je wel. Dus dan krijg je 9 van de 10 keer gauwboer en ruzie erom, dus nee, ik doe er niet zoveel aan. Ik heb altijd zo druk gehad dat met het bedrijf, dat geen tijd voor genezen. Dan vallen dat soort dingen, die vallen in het water, hè? Ja. Ik ben op leeftijd, ik ben 72, dan heb ik nog beneden buurvrouw. Daar komen, dan drinken we eens een bakje, dat is al onze burendag dan. Maar voor de rest, nou ja, wat boven me woont, die studeren allebei, die zie je, die komen s'avonds laat thuis. Beneden met dus een Oostblokse vrouw. Dat is alles. We wonen een hele leuke, rustige wijk. Wordt een beetje verpest door rijschoolhouders. Oké, ja, dat ken ik. In Rijswijk. Vinden jullie het leuk, de buren? Ja. Ja, gaat wel. Er zat opaatje op de hoek op de vensterbankje en dan ging ik een praatje met hem maken. En dan moesten we weer wat hebben en dan dronk een bak koffie bij. En dan was ik de koffie alweer vergeten die ik thuis zag gaan drinken met mijn tompoesen. Altijd. Maar dat is weg. Dat is heel raar. Het is allemaal een beetje... Ja, we houden dat wel. Gedag, goedemorgen, goedemiddag, weet je wel. En als ze vragen, dan help ik ze wel. Maar voor de rest echt bij elkaar op de koffie zitten, nee. Daar ben ik niet zo voorstander van. Wat heb je in het verleden merendeels ook naar mijn land gebracht? Nou, ik ben net klaar met die bedrijf. Die heb ik verkocht. Okay. En nou ben ik bezig om dingen te zoeken die wat kan beter. Wat je leuk vindt. Ja. Zelfs met oud en nieuw. Ons blok is het rustigste van alles. Er last van hebben, zeg ik nu, Allah, we hebben ook ons rijwijs. Maar je hebt de overlast van. Ze rijden steeds rondjes. Er wonen nu allemaal jongere mensen in de wijk. En die willen de kinderen buiten laten spelen. Dat is wel zo. Kijk, waar Rens woont is gewoon heel veel oudjes. En dat is inderdaad altijd in de lift en beneden en de nieuwjaarsreceptie en dat soort dingetjes. En dan zitten al die oudjes bij elkaar en dat is ontzettend gezellig. Er zijn altijd maar een paar mensen die de voortouw nemen. Hetzelfde als in je portiek een lamp kapot is. Het zijn altijd de twee dezelfde die het melden. Zondags vooral en dan denk ik, ja joh. En dan proberen we steeds die mensen aan te sporen van joh, probeer eens naar de Plaspoortpolder te gaan. Dan heb je genoeg ruimte, maar... Ik heb advies. Je hebt advies. Zorg dat al die autorijschoolhouders op Burendag bij jou in de straat gezellig in de springkussen, ballenbak, weet ik veel. Oh, die komen niet. Die komen niet. Nee, die komen niet. Nogmaals, die oudere mensen die vaak, en daarom vind ik dat programma van Gerengoor hartstikke goed. Ja, dat is echt leuk. Ook dat ze de ring winnen. Aangepast dan, maar goed. In ieder geval, dus ik maak nu reclame voor Gerengoor. Nee, wij hebben gelukkig een man die komt elke week, de ene keer doet hij droog, dan een keer doet hij het nat. Oké. En dat gaat ideaal.